10 vrienden, 7 dagen en 1000 kilometer van huis. Dit is de Blokket op vakantie. Twee hele grote beukers. Sperrupjes, dit worden hoge kwaliteit sperrupjes. Lekker 3-4 uurtje garen en in de tussentijd gaan wij rustig uitkateren. Ja, want de avond ervoor hadden we een geweldige poolparty. Wij gaan zo'n poolparty gooien. Dit is de laatste avond waarin we dit allemaal op moeten maken. In het zwembad. Gaan we in zwemmen. En dan de jacuzzi staat aan, lekker 39 graden, heerlijk. Tequila. Hey. De beun hoef je niet te filmen hoor. Hoe gaat het met de Chilco? In de wacht voor de zoveelste keer. Mooi nagaan hè, dat we dus een hele dag dit wel echt 4 keer hebben gedaan. Ik denk het wel. Ik heb met de technische informatieafdeling gesproken. Ze hebben de auto wacht. Dus ja, als je kiest voor openbaar vervoer, dan krijgt u 100% vergoeding. Kan je me over een half uurtje bellen? Ik ga zo meteen pauze nemen, want oh. Ik heb om... Ze willen geen huurauto in. Maar de auto, ze willen wel waarschijnlijk de auto naar Nederland brengen. Met de vrachtwagen. Maar dat kan een maand duren. Ja, en als je geen huurauto hebt, dan kun je dus thuis zonder huurauto. Ja. Lekker! Oh. Hey, Karel. Hoe doet hij dat? De auto daarvan is de distributieketting waarschijnlijk van kapot. En die kan hij pas volgende week donderdag maken. Oh. Huurauto is lastig. Want er zijn niet veel beschikbaar. Nee, korte tijd. En dan zou pas morgen misschien ergens ver weg een auto beschikbaar zijn. Dus we kunnen wel gratis met het openbaar vervoer. Op kosten van de auto mee. Oh, wat is hier? Oh, nee. Oh, nee. Net heeft nu even pauze. Dit verdient een aflevering. Dat weet wel tegen. Dag vrienden. Wij gaan lekker sporten met Jan en ik. Met jouw sportkleding ook aan, dat kunnen jullie niet zien. Nu wel. En we gaan ervoor. Dat is het. Zo! Ja, en kijk, als je dit doet, je ziet het bot al, dat kun je zo eraf trekken. Dat is echt. Er is niks voor te doen. Helemaal. Dit is een rippoker. En we hebben er hier nog twee. Ze ruiken ook gewoon niet normaal goed. Gewoon op een houtskool barbecue. Ja. Gasbarbecues is voor bassies. Dat is het mooiste. Moet je even kijken hoe lang het nog wordt. Ja, wat wij hebben. Nou. Wat vind je wel? Echt heel erg lekker zeg. Zo. Spannend. Kijk eens jongens, jullie overheerlijke pizza. Gemaakt met etjes, stukjes kip denk ik. Hoop ik voor jullie. En mais. En heel veel kaas. Heel veel kaas. Kaas gemaakt. Zo was het niet. Ze liggen van rieten. Best aardig. Die heb ik gevangen. Uit Hendrik. Hij is echt mega. Hij is wel erg huge gewoon. We gaan hem in Aarons bed leggen. Kom mee. Ik zet hem hier zo neer. Ja. Kijk. Chris, waar zijn we? In Klotzko. Ik heb het even opgenoemd vandaag. Treinen. Ja, van Klotzko naar Nederland. 16 uur. Als we geluk hebben. Ja, want zoals jullie al weten was Chris' auto kapot. Dus we moesten met het OV naar huis. Het zou in één dag moeten kunnen, maar ja. Lijpstation. Ja, nou zit. Echt Sovjet station. Ja, hij is wel heel mooi. Alles ging voorspoedig. Ging het wel goed. De trein. Vol zat. Konden we niet mee. Dus ja, nu zijn we in Poznań gestrand. Moeten 3 uur wachten op de volgende trein naar Berlijn. Nou, dan is het al 6 uur. Dan gaan we nooit meer thuis komen. Dus dat wordt het hotelletje boeken in Berlijn. Als kan jij een koelkastcode? 1 op 10. 3, 2, 1, 4. 10. Je moet een koelkast kopen. Nee. Wat gaat het worden? Deze. Voor je koekjes, paprikaatjes. En dan heb je hier dus voor je drankjes. We zijn in de Poznań. We gaan nu de trein naar Berlijn, hopen we. We weten niet zeker. Want op die borden geeft hij niks aan. Dus we hopen dat dit Berlijn is. Ik ken al, ik zag gewoon zo'n peukje in die trein zo. Dat is een machinist, ja. Wat een land.
En dat uitstekende gevaarte in de verte is dus het grootste Jezusbeeld ter wereld. Ja, ook groter dan die in Rio de Janeiro. We zijn er. Berlin Hauptbahnhof. Wie mede. Wie mede. Wauw. Hoe is Berlijn? Ja, kutstad. Ik verstand wel waarom ze het hebben plat gebombardeerd. Dat mogen ze nog wel een keertje doen. Maskertje op. En toen zat het er alweer op. Een week vol gebeurtenissen, van de leuke stadjes tot de feestjes en van Chris' auto tot de verloving. Een enorm geslaagde week. Als je het gered hebt om alle 7 afleveringen uit te kijken, hartelijk bedankt ervoor en misschien maken we er volgend jaar wel nog een. Doeg!